Tegen 2050 heeft Vlaanderen nood aan 400.000 bijkomende woningen. Alleen al door de tijds- en energiewinst die het circulair bouwen oplevert, kan dit dus enkel aan belang winnen. Ik stelde u, het is ondertussen bijna 2 jaar geleden, al eens een schriftelijke vraag over circulair bouwen in de sociale woningbouwsector. U antwoordde toen onder meer dat OVAM aan een beleidsplan werkte om de transitie van recyclage naar hergebruik mogelijk te maken. Dus niet puur recycleren, maar gewoon effectief direct opnieuw gebruiken. Die mogelijkheden daartoe zaten toen nog in een experimentele fase. De vraag is hoe ver we nu staan. Zijn we al wat verder geëvolueerd liever? En kan dit nu ook gebruikt worden bij de bouw van sociale woningen? U heeft toen ook geantwoord om circulair bouwen mogelijk te maken binnen de sociale huisvesting. Zal het nodig zijn uiteraard om in te zetten op sensibilisering en op opleiding. U verwees toen naar uw administratie om dit verder te introduceren binnen de sociale huisvesting. Is dat ondertussen effectief gebeurd en op welke wijze? Gezien de grote voordelen, tijds- en energiewinst, ik had het al eens gezegd, ben ik er wel van overtuigd dat circulair bouwen het toekomstmodel wordt voor de bouw van bijkomende woningen, maar hier specifiek sociale woningen. Hoe wil u als minister dat verder promoten en stimuleren binnen de huisvesting en sociale huisvestingssector? Meneer de minister. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, mevrouw Smeijers, voor uw vraag. Uw eerste vraag. Toen u ons 2 jaar geleden de schriftelijke vraag stelde, stond circulair bouwen voor onze sector nog in de kinderschoenen. Het aspect van circulariteit in de bouwsector wint intussen echter meer en meer aan belang. Er zijn diverse initiatieven ondernomen omtrent circulariteit, zowel vanuit de Vlaamse overheid als vanuit de woonmaatschappijen zelf. Zo heeft OVAM een ambitiekaart gepubliceerd waarbij de opdrachtgever al vanaf de start van het project kan nagaan waar en hoe circulariteit kan geïntegreerd worden. In het project CircuBestek werd een platform gebouwd met bestekteksten voor circulaire producten en oplossingen. De stakeholders zijn redactiebureau Palindroom, VIBE en Blieberg, Wonen in Vlaanderen, en dat is het vroegere VMSW-onderdeel daarvan, maakte deel uit van het expertenpanel en verleende zo haar medewerking. Het CircuBestek is overigens geënt op het bouwbestek woningbouw, BBW, of het VMSW-bestek. Wonen in Vlaanderen is bezig met de update van het intussen verouderde BBW, waarin circulariteit een belangrijker element wordt. In het geüpdate bouwtechnisch bestek zal een groot deel van het CircuBestek worden geïntegreerd met een neutraal aanbod aan circulaire producten en oplossingen. Aan de sector reiken we hiermee een praktisch instrument aan met concrete bestekteksten om de drempel naar circulair bouwen te verlagen. Aansluitend op het CircuBestek werd op initiatief van Blieberg en met de steun van Vlaanderen Circulair het Cabrio-project opgestart. Het Cabrio-project wil lokale overheden tonen hoe ze projecten met succes circulair kunnen aanbesteden in lijn met de wet overheidsopdrachten. Ook hier werd van gedachten gewisseld met Wonen in Vlaanderen omtrent de wettelijke randvoorwaarden en specifieke aandachtspunten daarbij. Heel concreet hebben we circulair bouwen in de sociale huisvestingssector geïntroduceerd onder de oproep in innovatieve projecten. Deze oproep zet in op 6 verschillende innovatieve pijlers, waaronder circulair bouwen. De extra subsidie voor woonmaatschappijen binnen de oproep kon onder andere gebruikt worden om deze relatief nieuwe circulaire principes te gaan toepassen in projecten en hieruit te leren. In 2021 werd de eerste oproep gelanceerd. Hieruit vloeiden 27 projecten, waarvan er 16 onder meer hadden ingezet op circulariteit. Dit jaar organiseren we een tweede oproep innovatieve projecten. Dit werd recent door de Vlaamse regering goedgekeurd, opnieuw voor een totale extra subsidie van 10 miljoen euro. In het kader van de ad hoc studieopdracht van Steunpunt Wonen rond innovatie in de sociale woningbouw heeft de VUB bijkomende begeleiding gegeven aan enkele van deze projecten. Hieruit vloeiden interessante gesprekken tussen VUB, de betrokken woonmaatschappij, externen en Wonen in Vlaanderen om meer toegepaste informatie te delen als ook de kennisdeling tussen de woonmaatschappijen omtrent circulariteit te bevorderen. Verder volgt Wonen in Vlaanderen de ontwikkelingen rond circulariteit en duurzaamheid uiteraard verder op, waaronder de ontwikkelingen omtrent de invoering van het M-pijl. M-pijl zal staan voor de materiaalprestatie van een gebouw, een cijfer dat aanduidt hoe ecologisch het gebruik van bepaalde materialen is. Dan uw tweede vraag. Met de lancering van deze tweede oproep
organiseerde Wonen in Vlaanderen een inspiratiedag rond innovatie, waaronder circulariteit, waarbij de woonmaatschappijen samen in gesprek konden gaan om hun kennis en bevindingen te delen. Ook tijdens het verdere verloop van de tweede oproep zullen we verdere kennisdeling faciliteren. Kennis, informatie en goede praktijkvoorbeelden delen is essentieel om van circulair bouwen de standaardpraktijk te maken. Naast kwalitatief en duurzaam bouwen als engagement voor de toekomst mag het aspect betaalbaar wonen en daarbij ook betaalbaar bouwen niet uit het oog verloren worden. De uitdaging zal zijn om beide met elkaar te verzoenen tot een win-win. Dan uw derde vraag. Het is op dit moment te vroeg om een gedetailleerde financiële studie te maken rond de impact van circulair bouwen in de sociale huisvestingssector. Pas van zodra de geselecteerde projecten van de eerste oproep, open oproep innovatieve projecten in aanbesteding gaan, krijgen we een beter zicht op de effectieve kostprijs en dan pas kunnen we de eerste analyse maken. Een eerste inschatting uit gesprekken rond de geselecteerde projecten is alvast dat circulair bouwen niet per se duurder hoeft te zijn. Het inzetten op toekomstig herbruikbare materialen door hun wijze van de verwerking of op het beter future-proof maken van gebouwen door flexibiliteit in te bouwen hoeft niet per definitie substantieel meer te kosten. Bij gebruik van recuperatiematerialen kan dit zelfs kostprijsverlagend zijn. Anderzijds blijven biobased materialen duurder dan de huidige traditionele materialen. De kostprijs zal sowieso per project variëren afhankelijk van de toepassing, materiaalkeuze en uitvoeringsmethode. Een algemeen idee over de effectieve financiële implicatie van het begrip circulair bouwen zal daarom niet zo eenvoudig te maken zijn. Althans niet op dit moment. Dan uw vierde vraag. Eerst een kanttekening. Circulair bouwen is een breed begrip. Modulair bouwen, prefabricatie, en dat mag je zelfs niet meer zeggen, het is nu off-site building, kan inderdaad de snelheid van het bouwproces bevorderen. Maar het kan ook op andere vlakken ingezet worden op circulariteit, waarbij de snelheid van het bouwproces niet per se ingekort wordt. Bijvoorbeeld droogstapelbouw van baksteenparement. Desalniettemin wil ik in de toekomst meer inzetten op het brede spectrum van circulariteit. Circulariteit blijf ik promoten via de tweede oproep innovatieve projecten. Hiermee geef ik de woonmaatschappijen de financiële ruimte om verder te experimenteren met circulair bouwen. Op basis van dergelijke proefprojecten kan ingezet worden op de versterking van het draagvlak voor circulair bouwen. En in het algemeen denk ik dat we ook innovatie ondersteunen daarmee binnen de bouwsector, die een beetje aanzien wordt ten onrechte als misschien conservatieve sector, maar ik denk dat dat zeker de laatste jaren absoluut niet langer het geval is. Dank u wel. Collega Smeijers. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister. Dank u wel voor uw lange en verduidelijkend, verhelderend antwoord. Ja, het is inderdaad... Ik had nog iets moeten nalezen, maar de essentie heb ik begrepen dat we op goede weg zijn. Dat is toch, hè? Dat is toch mijn rol hier, of niet? Dat was het, collega's meer. Collega's die wensen aan te sluiten. Collega's Schoonvliegen. Nee, ik ben er nog niet, Collega's Meijer. Ja, nu kan ik niet meer serieus zijn. Nee, mijn vraag is van 2 jaar geleden. En 2 jaar lijkt lang, maar in de bouw is dat eigenlijk niet lang. Dus uw antwoord verrast mij in die zin wel, meneer de minister, dat we wel al heel grote stappen hebben gezet. 2 jaar geleden vroeg ik nog naar... hoe zit dat dan? Of kondigde u liever aan dat OVAM stappen ging zetten, maar dat was allemaal nog conceptueel. Nu zijn er al... portalen zoals het Circu Bestek, het platform waar dan bestekteksten voor circulaire producten kant en klaar, mag ik zeggen, online te vinden zijn. Waardoor het dus voor aannemers makkelijk is om via die teksten dan ook offertes in te dienen, aanbestedingen binnen te halen. Bouwbestek woningbouw, dat is, daar verwees u naar, dat is het VMSW-bestek. Dat is verouderd, zei u, en daar is VMSW, of Wonen in Vlaanderen liever, ondertussen bezig om dat up te daten. Dat is dus ook een zeer goede zaak, maar er zijn ook concrete stappen gezet. Mijn vraag specifiek ging over de sociale huisvestingssector, waar u... via de oproep innovatieve projecten het circulair bouwen heeft geïntroduceerd. En ik heb begrepen dat daar van de 27 projecten toch 16 zijn die inzetten op dat circulair bouwen, op die circulariteit. Dat toont toch ook dat de huisvestingssector mee is. Hè. Ze waren vroeger pionier in energetische
verbouwingen, renovaties. Nu denk ik dat privaat, ook door de beleidsmaatregelen die je neemt, sociale huisvestingssector en private huisvesting daar gelijk zitten. Maar met circulair bouwen kan ook hier weer de sociale huisvestingssector de voorloper zijn en het goede voorbeeld geven. En daar kan u met uw beleid zeker mee op aansturen. Dus dat is goed. Ik denk dat ik kan afronden, meneer de voorzitter, meneer de minister. De kennis hierover, de informatie en de goede praktijkvoorbeelden zijn cruciaal hierin. De mogelijke invoering van het M-pijl, het materialenpijl, is ook een heel goede stap. Dus ik denk dat we op kunnen concluderen dat we op relatief korte tijd toch heel grote stappen hebben gezet wat de circulair bouwen betreft. Dank u wel. Collega's.